Ja, even een video anders dan anders. Ja. Ik denk voor jullie een lang verwachte video. We hebben natuurlijk al eventjes laten horen dat wij aangifte hebben gedaan van iets. Ja, een beetje een beschamend verhaal toch ook wel weer. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve datties. Welkom bij een nieuwe video. Ja, even een video anders dan anders. Ja. Ik denk voor jullie een lang verwachte video. We hebben natuurlijk al eventjes laten horen dat wij aangifte hebben gedaan van iets. Ja. Maar verder hebben we er niet zo heel veel over losgelaten. Het is ook een, toch wel een bijzonder verhaal. Ja. Een beetje een beschamend verhaal toch ook wel weer. Ook dat. Ja, we voelen ons gewoon heel erg stom. Dom. Stom en dom. Stom en dom. En aan de andere kant is het ook gewoon weer fucking knap. Ja. Ja, dames en heren. Ja. Nou ja, jullie fraude. Kunnen misschien al een beetje raden waar het om gaat. Maar, fraude, scammen en phishing is natuurlijk een beetje wel het criminele topic van de dag. Ja. Het wordt gewoon op een hele slinkse wijze gedaan. En er zijn heel veel verschillende manieren. En we wilden het eigenlijk nog even stilhouden omdat het OM nog eigenlijk met een verhaal moet komen van of ze er iets mee kunnen of niet. Daarna hebben we gesproken met, in de tussentijd heb ik gesproken met Tim Hofman van Boos. Die wilde er misschien wel iets mee als het OM er niks mee doet. Maar ik denk zelf dat het verhaal zo complex in elkaar zit, dat het heel lastig is om hier één persoon echt voor te kunnen pakken. Het zit namelijk zo. Wij zitten op een gezellige middag in de auto. Het was avond, we reden terug uit Tilburg volgens mij. En René die ziet een berichtje van een vriend, kennis. Ja, een oude kennis oude inderdaad. Kennis. Ja. Op Instagram. Een filmpje wel te verstaan. Een filmpje, zijn verhaal, zijn story. En omdat wij al een aantal jaar in de crypto's zitten, hè, we investeren daarin, hebben een leuke portefeuille opgebouwd, ging het filmpje dus ook over crypto's. En in het filmpje zei dus de vriend van, we zullen hem bij naam noemen, Iwan. Met toestemming, ik heb toestemming gevraagd om dit filmpje te mogen maken van hem. Om het te laten zien ook. En we gaan direct vertellen ook waarom we dit zo graag willen laten zien. En vertellen. Dat hij dus had geïnvesteerd in een via een account, via een andere Instagram account. Die gaf hij dus ook een shout-out. Dat hij daar dus $1000 naar had gestuurd. En binnen een aantal uur $10.000 terug had gekregen op zijn rekening. Ja, en de meesten zullen er niet veel verstand van hebben, maar ze noemen het Bitcoin mining. Daar ging het eigenlijk om. Ja. Dat is eigenlijk zelf munten kunnen maken. Hè? Zeg ik dat zo een beetje simpel? Ja. Jip en Janneke. Ja, ja, dus ze dat zetten dan de computers aan. En die computers die maken berekeningen. Hele ingewikkelde berekeningen. En dat kost heel veel stroom en tijd. En als je dat soort van collectief kan aanzetten, zou je dus ook sneller winst kunnen maken en dat kunnen verdelen onder de investeerders. Ja, dus dat zijn ook dingen die gebeuren. Hè? Nou goed, hij maakte dus een filmpje waarin hij dus zelf te zien was en ook in het Engels sprak. Niet dat hij Engels is, maar hij is een Brazilian Jiu-Jitsuer. Ik kan dat woord nooit zo goed uitspreken. Ik vond het vrij vloeiend. Dank je. Ja. En dus hij doet wel eens wat in het Engels, een filmpje maken. Ja. En dat hij bijvoorbeeld reclame maakt voor, weet ik, voor proteïne shakes of whatever. Ja. Ik ken zijn gezicht, ik ken zijn stem. Juist omdat het een filmpje was, dacht ik, nou, misschien is dit dan wel te vertrouwen. Dus ik heb het aan Sergio laten zien en laten horen van, god, misschien is dit interessant. Ja. We hebben hem via Insta gecontact, want het filmpje was natuurlijk via Insta. Dus dan reageer je heel makkelijk daarop van, joh, weet je, is dit echt? Dat? En hoe zit dat? Nou, dan kreeg ik ook gewoon reactie op in het Nederlands.
Uiteindelijk is Serge op een gegeven moment met hem een beetje gaan praten, hè? Ja, en toen waren we thuis. En toen zei hij, heb je interesse? En toen zei ik van, nou, ik ben inmiddels al aan het appen met het Instagram-account dat hij, waar hij naar verwees. En dat was een meisje uit Amerika. En haar vriend was dus ook een Brazilian Jiu-Jitsu-er. Ja, dus we hebben wel een beetje onderzocht, hè, van is dit een beetje te vertrouwen? Nou, die meid, gewoon een normale meid, die... En die ging met een gozer die heel veel volgers had. Wel, ook dat. Ja, ik weet niet meer precies hoeveel. Maar 40.000. Ook een Braziliaan jiu-jitsuer. Dus ik dacht, nou, zo zullen zij elkaar dan waarschijnlijk kennen. Ja. Ja. En dus ik heb wat contact gehad met die chick. En nou, die legde het een beetje uit dat ik dus €1000 aan bitcoin over moest maken naar een wallet. En dan zou het binnen 4 uur die mining plaats hebben gevonden. En dan zou je dus €10.000 terug ontvangen. En ik heb nog gezegd, en René heeft al een paar keer gezegd, want het is de tweede of derde keer eigenlijk in een korte tijd dat we ergens intrappen. Ik zei nog, it sounds too good to be true. En toen zei zij, ja, je hebt me toch via je referral, ja, weet je, kijk maar wat je doet. Kom maar bij me terug als je er... mee verder wil. En toen zei ik, nou, rustig aan. Je voelt je dat toch, ja, je hebt een bepaalde hebberigheid. Daar is alles op gebaseerd, op hebberigheid. En die in je wil naar boven het geloven. Komt. Ja, dat. Ja, maar en ik zeg ook altijd. Maar het is ook, het kan allemaal. Ja. En dat is het. Nou, en ik zeg ook altijd, ja, nee, absoluut. En ik zeg ook altijd, als je geen staatslot koopt, kun je hem ook nooit winnen. Nee. Dat is een beetje zo van, dat ja, is ook je... wel een beetje wat we hebben besproken van, nou ja, goed, weet je, als je nooit een keer even een iets probeert. Ja, iets probeert, dan, ja, weet je, soms ga je keihard op je bek en soms win je er wat mee. Dus je moet ook wel eens een keer die stap durven te nemen. Maar goed, ja, we hadden wel een beetje in ons hoofd van, ja, weet je, maar we hebben onderzoek gedaan en we hebben dingen opgezocht. We hebben het Ivan gevraagd. Het was echt een filmpje van hem. Dat filmpje gaan we zo even laten zien. Ja. Maar dan zie je dus ook, er zit zelfs schaduw achter zijn hoofd. Het is, alles klopt gewoon. Alles klopt gewoon. Nou, stapje verder. Ik maak die Zullen we misschien even eerst het filmpje laten zien? Nou, bij deze. Ja, laat eerst even het filmpje zien. Komt-ie. Good morning, guys from Holland. Peace. How are you? So, I want to tell you something. You must get to Catherine FX to make some real money. So, I invest $1,000. And today, I saw in my email, I get $10,000. Wow, that's beautiful. So, when you invest $1,000, and you get some money too. So, go to Catherine FX. Take that money. See you later, guys. Peace from Holland. I'm happy. Nou, dat is... Zeg zelf maar, dat ziet er gewoon legit uit. En, ja? Volgende fase? Ja, volgende fase, ja. Nou ja, er ging een dag of een nacht overheen, maar dat doet er verder niet toe. Ik heb op een gegeven moment die €1000 overgemaakt. En ik moest iets van een account aanmaken. Een soort brokers account. En toen had ik al zoiets van, oké, het voelde gewoon steeds meer dat het niet klopte. Want dat platform had een aantal dingetjes waar je op kon klikken. En normaal gesproken ga je dan naar instellingen of naar een andere website. Of je wordt verwezen naar. Maar overal waar ik op klikte, gebeurde er niks. Maar dat was al nadat je het had gestort, dat je dat Ja, dat was al nadat ik het had overgemaakt. Precies. Weet je, als je dat van tevoren had gedaan, dan had je waarschijnlijk al het misschien niet gedaan. Ja, maar nu... Ik weet het niet. Ik... Anyway... Het gekke was, hij had het account aangemaakt, die bitcoins waren overgemaakt. Ja. En dat stond ook op die site. Het stond meteen in mijn aangemaakt account, inderdaad. Ja,
Maar ik kon, later ben ik dus achtergekomen. Ik kon ook, want er stond ook ja, in het Engels dan van dat je van je rekening kunt halen, withdraw. Maar ook die knoppen die werkten allemaal niet. Nee. Maar goed, dus ik heb het overgemaakt en ik zit op dat scherm te kijken en op een gegeven moment stuurt zij, nou, het is gelukt. En de mining is gelukt. Nu moet je alleen nog €2000 betalen voor de mining fee. Voor degene die dus de computers hebben laten draaien. En dan krijg je de $10.000 of euro. En toen had ik zoiets van, oké. Dat gaan we niet doen. Nee, ik had inderdaad meteen zoiets van, nee, dit ga ik niet doen. Jij zei ook, wij zijn heel rustig gebleven, want we dachten, misschien kunnen we er nog een twist aan geven. Dat ja. Ze toch denken van, hè, ik stuur wat terug. We wilden niet gelijk doorgeven, ja, dat zijn, wij wisten dat... Er zijn natuurlijk mensen die meteen gaan schelden van, you motherfucker, dit, dat, geef mijn geld. We wisten allebei al van, dat gaat sowieso niet werken. Dus gaat sowieso niks opleveren. Blijf gewoon rustig. We kunnen beter proberen meer informatie in te winnen. Ja, we hebben ook niet gezegd van, we hebben je door of wat dan ook. Ik zei op een gegeven moment die Bitcoin mining fee. Dat heb je eerder niet gezegd, zei jij dan. Heb je eerder niet gezegd. Toen ben jij gaan WhatsAppen met Iwan. Ja, dus ik had op een gegeven moment zoiets van, weet je wat, ik heb zijn nummer nog volgens mij. Ik heb zijn nummer nog volgens mij, ik ga hem even WhatsAppen. Hadden we natuurlijk veel eerder moeten doen, maar anyway. En toen zegt hij, nee, dat ben ik niet, ik ben gehackt. En ja, het is echt super goed gedaan, maar echt, ik baal ook als een stekker. Ik krijg allemaal berichten binnen van, is dit echt? En ik ben ook al mijn volgers kwijt. Want zijn account is gewoon helemaal overgenomen. Zijn identiteit is gewoon gestolen, hè? Het filmpje was gewoon deepfake. Het filmpje was deepfake. Deepfake, jongens, echt. Dus het is, deels dus. Deels, want het is dus waarschijnlijk een filmpje geweest die ooit wel eens heeft opgenomen, maar dan voor waarschijnlijk een of ander product. Ja. Hè, waarschijnlijk eiwittenproteïne of zo, of proteïne shakes. Die persoon die daarachter zit, heeft daar een andere twist aan gegeven dat hij dus eigenlijk en diegene noemt en dat zegt. Ja, het is... Weet je, we zeggen al van, het is dat je eigenlijk zo boos bent. Maar anders zou je zeggen, Jezus, wat knap. Ja. 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 Dus ja. Ja, en we hadden dus inmiddels aangifte gedaan, ook met Tim Hofman gesproken en zo. Dat ik dus daarom ook niet wilde dat hij mij ging blokkeren. Omdat ik zo lang mogelijk in gesprek wil blijven. En het zou nog steeds kunnen, want ik ben nog steeds niet... geblokkeerd en ik heb nog steeds niet gezegd van ik heb je door of zo. Dus Tim Hofman, als je kijkt, we kunnen het nog steeds doen. Mits ze dit filmpje dus natuurlijk gaan kijken. Maar maar we weten ook nog steeds niet of degene die hierachter zitten, van die Iwan, of die Nederlands zijn of dat die gewoon Google Translate hebben gebruikt. Ja. Nou, wat ik veel hoor, want ik zit natuurlijk ook in die crypto Telegram groepen en we hebben iemand die we kennen dan die werkt voor een soort van geheim inlichtingendienst, dat die zegt, of die zeggen allemaal, de meeste van dit soort gasten die zitten, of die laten Instagram accounts hacken door Afrikanen en dat soort Pakistanen, dat soort dingen, en die verkopen dan die accounts gewoon aan mensen met hele slechte intenties. Ja, en in die Telegram groepen van jou hebben zij ook gezegd van, zo, dit is echt next level. Ja. Dit is next level fraude. Ja, en dat is tegelijk de reden waarom we dit filmpje dus eigenlijk al veel eerder hadden willen maken. Maar ja, nu gewoon we hebben de knoop hebben doorgehakt om het aan jullie te vertellen. Omdat het dus al zover is dat je gewoon, ja... Zelfs filmpjes echt... van iemand die je ziet, ook al zie je het ze zeggen, mensen... Ja. Als je iets hoort of ziet van iemand die je kent waarvan je denkt, dit klopt niet, of dit out of the ordinary, weet je wel, dit zeggen ze normaal gesproken nooit, bel ze eerst op of ga dan langs desnoods. Ja, want je identiteit wordt gewoon gestolen. Er worden woorden letterlijk in je mond gelegd. En dat is ook nog een tijdje geleden op tv geweest zelfs,
hè, dat het gewoon super eng is. Want zo kan je bijvoorbeeld ministers of een koning, ja, of whatever, waar beelden van zijn, ja, kan je gewoon, je kan ze alles laten bewijzen zeggen, van een oorlog mee uit laten breken, doordat zij zogenaamd iets gezegd hebben. Ja. En ja, dat is gewoon echt het super enge eraan. Ja. Kijk, we balen natuurlijk als een stekker. Want ik bedoel, we hadden dat geld natuurlijk ook goed kunnen gebruiken voor in het huis. Maar ja, ja, weet je, we weten ook met crypto's, je investeert. Soms wordt het minder. Maar het kan vaak ook toch echt wel wat opleveren. Dus ja, ja, het is een risico die je neemt. En ja, nu is het gewoon hartstikke fout gegaan. En we wilden dit filmpje heel graag maken om jullie ook echt en iedereen te waarschuwen. Ja, wat er ook gewoon allemaal gaande is. Ja. Dus trip, quattro, check het. Vertrouw je onderbuikgevoel. Vertrouw je onderbuikgevoel, want die hebben wij al te vaak genegeerd. Ja. 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 Gegeerd. Genegeerd. Genegeerd. Ja. Ja, dus dat, nu weten jullie het. Dus vond je dit een klote filmpje? Doe even een duimpje omhoog. Ja, duimpje omhoog. En duimpjes omlaag zie je niet meer, hè? Wist je dat? Oh, nee. Nee. Alleen bij. Weet je, als je gewoon... Nee, volgens niet. Ik ben wel benieuwd. Ik hoop het niet. Maar hebben jullie nog spannende verhalen van eventuele phishing of oplichting? Ja, schrijf ze dan hieronder ook om anderen weer te... Waar moeten wij voor oppassen? Ja, ja, inderdaad. En ja, het zou tof zijn als je dit filmpje deelt. Want we willen natuurlijk zoveel mogelijk mensen hiermee bereiken en ze echt waarschuwen van... Ja. What's going on in the world? En waar, ja, is het nu al? En dus ook met die wallets, het is gewoon bijna niet te traceren. Nee. Kijk, als je het naar een bankrekening overmaakt zo, dan banken die zijn geloof ik verplicht om gegevens vrij te geven en dat soort dingen. Dan kun je veel sneller iemand opsporen. Maar dit is allemaal zo anoniem. Dat is ook tegelijkertijd waarom ik de hele crypto wereld wel interessant vind. Maar ja, het is dus voor dit soort dingen ook, wordt het ook gebruikt. Ja. En daar moet je gewoon echt heel erg voor oppassen. Ja, inderdaad. Ja. Dus helaas even een wat minder leuke video. Maar hopelijk kunnen we ook hiermee weer mensen waarschuwen. En, ja. We gaan binnenkort een Giro 555 openen voor help voor ons het huis inrichten. Ja. Nee, grapje. Ga ik niet doen. Grapje. Nee, ook. Ja, het is echt heel vervelend. En je voelt je ook vooral heel dom dat je erin, ja, intrapt. Ja. Maar ja, ook... Je bent gewoon tegen jezelf aan het praten. En eigenlijk lul je jezelf omver. En ja, ja, vertrouw gewoon echt op je onderbuikgevoel. Ja. En ga niet met je... ja, hebberigheid. Ga niet je hebberigheid achteraan. Ja. Check, check, dubbel check en dan nog een keer dubbel check. Precies, zo is het. Zo is het. Nou, hopelijk hebben jullie er wat aan gehad. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. En we zien heel graag weer jullie reacties. Voor het kijken.